Vandaag een heerlijk makkelijke tomatencouscous met tuinbonen en falafel. En daar heb je voor nodig tomaten, puntpaprika's, tuinbonen uit de diepvries, couscous, een blikje tomatenpuree, falafelballetjes, een ui, 2 teentjes knoflook en een flinke portie platte peterselie. Deze boodschappen die kun je natuurlijk weer terugvinden op de site en op de app. Daar staan alle boodschappenlijstjes en wat onwijs handig is, je kunt ze uitprinten en meenemen naar de winkel. Of je gaat het online bestellen en het wordt tot aan je voordeur geleverd. Alleen het koken, dat gaan we natuurlijk wel samen doen. En we beginnen met het snijden van de paprika's. Ik heb hier vandaag 2 puntpaprika's, 2 rode. En ik ben zelf altijd heel erg dol op paprika's, puntpaprika's, omdat ze wat zoeter van smaak zijn. En wat mij betreft ook net iets makkelijker zijn om te snijden. Alleen, we moeten ze natuurlijk eventjes afspoelen. En je kunt ze dus of in ringetjes snijden of in reepjes. Nou, kijk maar even wat jij het handigst vindt. Ik doe ze vandaag in reepjes. En dat doe ik door ze eventjes over de lengte te halveren. Dan zie je namelijk precies waar de zaadlijsten zitten en het kroontje. En dat kun je er dan vervolgens gewoon uitsnijden. Ja, vandaag een lekkere couscous. Ik ben dol op couscous. Helemaal als ik bijvoorbeeld eens een keer in de zomer iets moet maken voor een barbecue of voor een feestje. Couscous is echt super handig om in grote hoeveelheden te maken. Ook helemaal leuk natuurlijk voor 4 personen, zoals we vandaag doen. Maar wat zo makkelijk is, die couscous hoef je niet in een pan met water te koken. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar te wellen met kokend water. Wat betekent dat je eigenlijk gewoon een grote schaal nodig hebt. Lekkere ingrediënten erbij, flink wat bouillon of water eroverheen. En dan is het eigenlijk al geregeld. Dus heb je misschien van de zomer een tuinfeestje? Ik zou zeggen, maak dit gerecht eens een keer. Dan weet ik zeker dat je er blij mee bent. Nou, die zaadlijsten en de zaadjes gaan er natuurlijk gewoon uit. Nou maak ik vandaag natuurlijk een lekkere tomatencouscous. Maar ik ben er de rest van de week. Hè. Het is maandag, maar dinsdag tot en met vrijdag ben ik er ook. Dus ga gewoon eens eventjes naar onze site toe en kijk eventjes wat ik deze week allemaal ga maken. Want ik hoop natuurlijk dat je gewoon elke dag met me mee gaat koken en zo allemaal leuke nieuwe gerechten leert. En deze week staan natuurlijk gerechten erop, maar we zijn al best wel ver. We zijn inmiddels namelijk alweer, geloof ik, 55 afleveringen verder of zoiets. Dus er staan ook zoveel gerechten op de site. Ga eens even kijken, want ja, ik hoop dat er misschien nog wel meer dingen tussen zitten die je lekker vindt. Dus ik zou zeggen, check het, want wie weet leer ik je weer allemaal leuke nieuwe dingen. Nou, deze in reepjes. En dit couscousgerecht ga ik vandaag natuurlijk maken met een aantal ingrediënten. Ik heb het net al genoemd, paprika, tomaten en tuinbonen. Maar ook couscous is weer uitermate geschikt om een rondje koelkast te doen. Stel je hebt nog wat restjes in je koelkast liggen van het weekend. Wat groenten, je kan er eigenlijk van alles en nog wat doorheen doen. Ik doe er vaak zelf ook olijven doorheen of kaas of de restjes groenten. Je zou er zelfs een heleboel lekkere verse kruiden doorheen kunnen doen mocht je die in de koeling hebben liggen. Echt, varieer er lekker mee, want eigenlijk past alles bij elkaar. Zolang het maar hartig is en wat frisse smaken heeft, dan werkt het eigenlijk wel. Goed, de paprika is gesneden. Nou heb ik natuurlijk ook nog wat knoflook nodig, want een gerecht zonder knoflook, dat komt bij mij niet echt heel vaak voor. Pak ik 2 teentjes. En ik zet ook alvast deze prachtige pan op een klein vuurtje. Want we gaan vandaag de couscous in deze pan maken. Maar dan is hij tenminste alvast warm. Zet hem alleen niet te hoog, want anders verbrandt die knoflook. En dat maakt het niet lekkerder, zeg maar. Dus gewoon een laag vuurtje, zodat hij een klein beetje voorverwarmt. Dan kan je ondertussen, net zoals ik, de knoflook even snijden. makkelijkste manier is door de knoflook helemaal fijn te pletten met je mes. Dan zie je, er ontstaat er al bijna een soort pulp van knoflook. Dan hoef je eigenlijk alleen nog maar met je mes er doorheen te gaan. En dan zie je dat je mooie kleine stukjes knoflook krijgt. Hak je er nog even zo doorheen. Joh, en je kunt natuurlijk ook altijd de knoflookpers gebruiken, mocht je dat handiger vinden. Ik ben er niet zo'n voorstander van, omdat ik het altijd zo vreselijk vind om dat pleurisding schoon te maken. Dat velletje blijft er altijd zo in hangen, dus dat doe ik liever niet. En daarbij, wat ook zo schijnt te zijn, hoe fijner je de knoflook maakt, hoe meer je last hebt de volgende dag van de knoflookgeur. Dus ik snij hem altijd het liefst. Dan gaat er wat olijfolie in die mooie pan. En dat worden vandaag nou, zo'n 2 eetlepels. Knoflook kan erin. Laat je die even kort aanfruiten. Pak even een spateltje erbij. Dan krijg je natuurlijk een lekkere knoflookolie. Mocht je nou van wat pit houden en je hebt nog een rood chilipepertje in huis, die kun je er nu ook doorheen doen, hè? Dan wordt je couscous natuurlijk een stuk pittiger. Maar dat is natuurlijk altijd een optie. Nou, je ruikt het al, die knoflook die begint langzaam een beetje te zweten. Dat klinkt een beetje vies, maar dat is wel wat hij doet. Zo komt de smaak vrij. Wordt hij ook net eventjes iets minder scherp. Dat is natuurlijk met knoflook, dat is vaak zo dat het erg scherp is. Misschien heb je wel eens zelf knoflooksaus gemaakt. Knoflook is rauw, gewoon echt mega scherp. En dat haal je er een beetje vanaf door hem te verwarmen. Gaat de paprika erbij. Dan zie je ook meteen de temperatuur in die pan weer terugzakken. En dat is alleen maar goed, want zo verbrandt de knoflook ook niet. En van mij hoeft vandaag namelijk de paprika ook niet helemaal gaar te zijn. Ik vind het lekker als die nog een beetje bite houdt. Want als je dan een hap van die lekkere couscous neemt, dan heb je die knapperige paprika er doorheen. Dus doe dit allemaal niet te lang. Gewoon even kort aanwarmen en dan is het al goed. Wat nu wel nog even moet, zet net zoals ik eventjes een waterkoker aan of desnoods een pannetje met water. We hebben een halve liter water nodig. Ik doe dat lekker in de waterkoker, dat vind ik vandaag het makkelijkst. Ik heb hier tuinbonen uit de diepvries. En eerlijk is eerlijk, je kunt natuurlijk in het seizoen verse tuinbonen kopen. Maar deze tuinbonen die worden direct vanaf het land ingevroren en zijn dus bijna net zo vers als een echte verse tuinboon. Dus kun je met een gerust hart gebruiken. Nou, die moeten even kort mee verwarmd worden. Dus die schud ik gewoon zo uit het pak bij de paprika. Nou, we gaan een tomatencouscous maken, had ik beloofd. En hoe gaan we dat doen? Niet met tomaten, maar wel met tomatenpuree. En die tomatenpuree moet je natuurlijk altijd even ontzuren, want hij heeft een beetje een metaalachtige smaak. Ga ik zo vertellen. Maar we gaan natuurlijk vandaag voor een Veggie Monday. En ja, dat doen we met falafelballetjes. Die moeten we straks alleen nog even opbakken, want die zijn al gaar. Gauw even de tomatenpuree erin. Dat is een blikje. Gewoon eventjes met een lepel eruit scheppen. En dan ga je hem dus ontzuren, zoals ze dat noemen in de keuken. Dat betekent eigenlijk gewoon mee verwarmen in de pan. Want dan gaat die metaalachtige smaak waar ik het net over had, een beetje weg. Ik doe dit altijd, ik vind dat lekker. Ik eet ook wel eens een blikje tomatenpuree. Raar hè? Maar toch doe ik dat, want er schijnt heel veel antioxidanten in te zitten. Is goed voor je huid, ga je van stralen. Deze moet even 2 minuutjes meebakken. Doe dat thuis ook even, gewoon op rustig vuur af en toe een beetje omscheppen. En kijk ondertussen even mee naar Nadia, want Nadia laat zien hoe je zelf falafel maakt. Salam! Over de exacte herkomst van falafel doen verschillende verhalen de ronde. Maar feit is dat je het overal in het Midden-Oosten tegenkomt. Falafel is misschien wel het bekendste streetfood uit het Midden-Oosten. Het wordt op elke straathoek geserveerd en vers voor je bereid. De kleine balletjes worden gefrituurd waar je bij staat en geserveerd in een vers flatbread of pita-broodje. En daar komen lekkere verse kruiden bij, zoals peterselie en koriander. En dan lekker op smaak gebracht met tahina, het is een pasta van sesamzaad. Wellicht is falafel voor jou, net als shawarma, iets wat je vooral na middernacht eet. Maar in het Midden-Oosten werkt dat net even anders. Falafel wordt vooral op straat gemaakt en verkocht. En mensen kopen het onderweg naar huis als lunch. En in tegenstelling tot wat wij het vooral kennen als snack, als je de kroeg uitrolt, is het daar eerder een lichte maaltijd. Falafel kun je maken van linzen of bonen, maar traditioneel wordt die van kikkererwten gemaakt. Nou, de kikkererwten, de gedroogde kikkererwten die je als basis gebruikt, die laat je best lang weken. Echt wel een dag tot twee, totdat ze helemaal groot zijn in formaat. En dat zorgt ervoor dat je er een makkelijke pasta van kan gaan draaien, waar je balletjes van kan vormen. Als je dit zou gaan doen met gekookte kikkererwten uit blik of pot, dan valt het tijdens het frituren uit elkaar, dus dat kan niet. En als de kikkererwten geweekt zijn, dan ga je ze fijn malen. En dan kunnen de smaakmakers erbij, de peterselie, koriander, ui, knoflook en het groene pepertje. De pasta van gedroogde, geweekte kikkererwten, die breng je op smaak met smaakmakers zoals komijn en korianderzaad, vers koriander, peper en zout. En dit meng je er lekker doorheen. Balletjes draaien werkt het makkelijkst met vochtige handen of met 2 eetlepels, maar je hebt er ook speciale apparaatjes voor waarmee je heel makkelijk falafelballetjes kan maken. En dan frituur je ze tot ze goudbruin, gaaf van binnen en knapperig van buiten zijn. Een broodje falafel, dat is hoe dit vegaballetje van origine dus gegeten wordt. In Nederland wordt falafel steeds vaker gegeten als vleesvervanger bij de hoofdmaaltijd. Eigenlijk een beetje zoals jij nu doet, Roberta. Dat zul je in het Midden-Oosten niet zo vaak zien gebeuren. Maar ik vind het eigenlijk een uitstekend idee, want het leent zich er fantastisch voor. Dus als je een keer tijd hebt, dan kun je het dus zelf doen. Maar wij gaan vandaag voor de snelle variant. En we hebben dus vandaag couscous. Want couscous is onwijs handig, omdat je het namelijk zo supersnel kunt bereiden. Wat wij gaan doen vandaag is wel de snelle manier, want je hebt ook een traditionele manier waarop couscous bereid wordt. En dan stomen ze hem eigenlijk. En dan stomen ze hem 1 keer en dan gaan ze hem husselen met hun handen en dan gaan ze hem nog een keer stomen. Dan krijg je de meest luchtige couscous. Maar ja, wij gaan vandaag natuurlijk voor de snelle variant, want ik wil dat jullie binnen een half uur aan tafel kunnen. Die couscous die gaat gewoon happetee in zijn geheel in de pan met groenten. En ik heb natuurlijk net al verteld dat we dus een waterkoker nodig hebben met 500 ml water of een pannetje. Ik weet natuurlijk niet wat jij thuis hebt gedaan. Maar schep hem even om, zodat alle smaak ook op die korrels couscous gaat zitten. En wat je nu doet, je draait het vuur uit. Pakt die 500 ml water. En giet dat gewoon over die couscous heen. Nou zie je dat die couscous praktisch onder staat. Dat is gewoon meer dan voldoende. Als het maar genoeg water is dat hij echt eventjes een beetje bedekt is. Deksel op de pan. Dan zet je hem weg. Dan laat je hem wellen. En dan kun je eten. Super makkelijk. Nou, ondertussen gaan we wel natuurlijk, die liggen hier, de falafelballetjes bakken. Nou, heel makkelijk. Daar pak je gewoon een koekenpan voor. En die koekenpan gaat op het vuur. Zo, die staat aan. Moet je natuurlijk even kijken thuis hoe hard jouw vuur gaat. Ik zet hem even op de laag, omdat ik even wil zien wat hij doet. Maar die couscous, of die falafel is al gaar, dus je hoeft hem niet gaar te bakken. Het gaat er eigenlijk meer om dat hij een beetje een krokant korstje krijgt aan de buitenkant en verwarmd is natuurlijk. Dus 2 eetlepels olijfolie in de koekenpan. En dan gaan we deze alvast openmaken terwijl de pan aan het verwarmen is. Ja, en falafel is natuurlijk gemaakt op basis van kikkererwten, dat hebben jullie net gezien. En er zitten natuurlijk behoorlijk wat kruiden doorheen. Het is vaak groen gemaakt door peterselie of koriander. Ja, ik vind het echt super lekker. Ik moet ook zeggen dat ik thuis best wel vaak pita's maak gevuld met falafel. De traditionele manier waarop ze in het Midden-Oosten eigenlijk gegeten worden. Ja, en dat is echt heel lekker, want je hebt wel het gevoel dat je een soort lekker knapperig balletje aan het eten bent, maar het is wel vegetarisch. Daar kun je allerlei lekkere rauwe groenten bij doen. Je kan een wortelsalade maken, komkommer aanmaken, een soort lekkere yoghurtdressing, rode kool fijn snijden, doe ik ook vaak erbij. En dan heb je toch het gevoel dat je aan het snaaien bent, aan het snacken. Heel lekker, gewoon in een pita. Ja, misschien moeten we dat ook eens een keer gaan doen in dit programma. Heel leuk. Als de olie heet is, kunnen de falafelballetjes erin. balletjes. Het zijn een soort platte schijven eigenlijk. Dan gaan we die rustig een klein beetje een tikkie geven. Ja, kan je twee dingen doen. Je kan ze natuurlijk omscheppen of je kan met een tang erbij gaan staan. Nou, ik zei het net al. Ik wilde even kijken wat het pitje ging doen. Ik ga hem toch wat hoger zetten. Zorg alleen dat ze niet verbranden. Hè? Dus gewoon hoog genoeg dat ze echt bakken. Zonder dat ze natuurlijk aan de binnenkant of aan de buitenkant helemaal zwart worden. Vuur mag dus wel wat hoger. Nou, dan gaan we die rustig even bakken. En als je hier links van mij kijkt, dan zie jij twee konijntjes staan. En dan denk je, wat doen die konijntjes daar? Nou, ik zal je vertellen, dat is een peper- en zoutstelletje. En ik heb er maar één. Maar er zijn dus mensen, waaronder Anja en René, die dus peper- en zoutstelletjes verzamelen. Kijk maar mee. Een peper- en zoutstel is onmisbaar in de keuken. René en Anja zijn het daar roerend mee eens en hebben er zelfs een hobby van gemaakt. In 10 jaar tijd verzamelde het echtpaar namelijk meer dan 4000 exemplaren. Aan het begin hebben we van een hele goede vriendin een peper- en zoutstelletje gekregen. Zwart-witte met de bewegende oogjes. Ja, die vonden we eigenlijk zo grappig. En ja, zo is het begonnen. En, toen hebben we er wat meer bij gekocht in de loop van de tijd. Randje op de vensterbank en dat is een beetje uit de hand gelopen. Voor René en Anja is het een sport om het juiste peper- en zoutstel te vinden. Ze gaan het liefst voor heel bijzondere exemplaren. Op internet, daar vinden we ze en op een verzamelbeurs. En Anja die houdt eigenlijk het meeste van Disney, tekenfilmfiguurtjes, dat soort dingen allemaal. Meer dan 4000 stellen heeft het stel inmiddels. En hoewel ze er geen één zouden willen missen, hebben ze elk zo hun eigen favoriet. En dat is de Betty Boop, wat eigenlijk het meest favoriete tekenfilmfiguur van Anja wel is. Ja, die hierbovenin, dat is van Jan Snoek, deze... En wat we natuurlijk helemaal fantastisch, of wat ik heel erg fantastisch vind, is natuurlijk ook Romero Brito. En wat we allebei heel mooi vinden staat daarbovenaan, dat is van Ritsenhoff. Dat is een serie, volgens mij hebben we er 46 van. Ja, de verzameling is al enorm, maar bij Anja en René is er voor een nieuw stelletje altijd plek. Ja, het kan natuurlijk altijd gekker. Er is iemand in Amerika, die heeft er iets van 54.000. Er is een limiet aan de ruimte, maar er is natuurlijk ook een limiet aan de portemonnee, want dat moet je wel even kunnen betalen. Nou, af en toe hebben we natuurlijk nog wel eens, en dat is dan minder limiet als er een van ons 2 jarig is. Nou, ik heb René eentje gegeven. Het rode doosje met die 2 trommeltjes erin. Ja, hij weet dat op de dag van vandaag nog niet wat hij gekost heeft. En dat wil ik nog graag zo houden. Maar ja. Maar hij is wel heel... Hij is heel erg mooi, ja. Tja, liefde gaat door de maag. Zelfs als je het neemt met een korreltje zout. Heb jij ooit zoveel peper- en zoutstelletjes gezien? Ik niet. Deze zijn inmiddels bijna warm, maar we gaan nog even een kleine tomatensalade erbij maken. Dat doe ik met 3 mooie grote zoete tomaten. En ik ga ook een kleine ui erbij gebruiken. Dan zet ik het vuur lekker laag. En vergeet niet de falafel af en toe ook even om te scheppen, hè? Dat hij niet aanbrandt aan één kant. Kroontjes kunnen eruit, of steeltjes. Pak je even een kartelmesje erbij, dat snijdt altijd het prettigste bij een tomaat. Wel eventjes het kroontje eruit snijden. Zo, even 1 keer schudden. En dan snij ik de tomaten. Nou, ik ga gewoon lekker in partjes doen vandaag. Maar je kunt ook plakjes doen. Kijk maar wat jij gewoon lekker vindt, wat je handig vindt. Ik weet ook niet hoe groot de tomaten bij jou thuis zijn. Misschien heb je vandaag cherrytomaatjes. Nou, Dan gooi je ze gewoon lekker in hun geheel in de salade, kan ook. Zo. We gaan deze vast in een kom. Het is gewoon een hele lekkere basic tomatensalade. Gewoon een klein beetje olijfolie, een klein beetje zout en peper, wat ui. Zo. Nou, het vuur kan bij mij eronder uit. Die blijven echt wel warm in die pan, die falafelballetjes, maak je geen zorgen. Dan snijden we de ui in ringen. Even de schil eraf. En mocht je nou niet van rauwe ui houden, je kunt natuurlijk ook altijd bosui toevoegen. Hè? Ik ken wel een aantal mensen die dat niet zo lekker vinden, rauwe ui. Maar bosui is natuurlijk altijd wat milder van smaak. Dus desnoods bieslook kan natuurlijk ook altijd. Zo. Dan kun je namelijk, als je twee halfjes al snijdt, heel makkelijk mooie ringen snijden. Kun je gewoon op deze manier doen. Deze doen we een beetje zo door de tomatensalade heen. Hoppa. Het is net zoals bij de pizzeria vroeger. Kreeg je ook altijd gewoon een tomatensalade met ui. En stiekem vond ik dat altijd heel lekker. Als het maar met een goede olijfolie was en wat zout en peper. Dan ben je er namelijk eigenlijk al. Nou, niet te veel ui. Ik hou het even hierbij. Kijk maar even wat je thuis doet. Of je ook met me eens bent dat dit voldoende is. Dan heb ik nog platte peterselie. Die gaat namelijk door de couscous heen. Lekker 2 bakjes. En het leuke van platte peterselie is dat het super veel smaak geeft. En het geeft een soort frisheid, een soort kruidigheid. Die je eigenlijk alleen maar met verse kruiden voor elkaar krijgt. Ik ben altijd heel makkelijk. Ik snij gewoon altijd de onderkant eraf. Dat zijn die dikke stelen. Die zijn taai, die wil je niet in de mond hebben. Maar de peterselie gaan we vandaag niet helemaal fijn hakken. We snijden hem gewoon grof. Bijna alsof je gewoon een soort sla... Alsof je een soort sla gebruikt in de couscous. Door de warmte zal die vanzelf een klein beetje slinken. Dus dit is echt zat. En dan de couscous. Kijk eens even. Helemaal gaar. Het enige wat je nu nog moet doen is hem even losroeren met een vork. Kijk, dan zie je hoe lekker luchtig die is. Hij is gewoon helemaal gaar. Flinke berg peterselie. Hou een heel klein restje over. Die gaat even over de tomaatjes heen. Deze roer ik. Even kijken, ik had hier een spatel. Die is hier. Spoel ik even af. De peterselie roer ik door de couscous heen. Moet je kijken. Het ziet er zo ontzettend mooi uit altijd, vind ik, couscous. Hoe meer groente, hoe meer kleur. Dus doe dat thuis ook lekker. Lekker kleurrijke ingrediënten erin. Ga natuurlijk even proeven. Lekker. Maar ik doe peper en zout. Hallo konijntjes. Klein beetje zout. Klein beetje peper. Normaal doe ik dat natuurlijk met de verse pepermolen, maar... Vandaag doen we het even met deze onwijs gezellige konijntjes, ter ere van Anja en René. Couscous is zo eigenlijk wat mij betreft helemaal goed. Moet natuurlijk wel nog wat olijfolie over de tomatensalade. Dan zet hem gewoon zo op tafel, dan kun je het namelijk zelf doorroeren. Hoeft niet helemaal gemengd te worden in dat kommetje. En ook daar, waar zijn ze? De konijntjes. Klein beetje zout en peper. Kijk eens eventjes. Dit is klaar, dat is klaar. Dan wil ik het wel nog even op een mooie grote schaal scheppen. gaan we even een beetje plek maken. Couscous. Huppatee. Op de schaal. Kijk eens, dat ziet er heerlijk uit. Nou, dit is toch een feestje. En dat zei ik, hè? Je kunt het dus heel makkelijk met een feestje gewoon op tafel zetten. Falafelballetjes erbij. Die schudden we een beetje zo eroverheen. Gaan we ze dan een beetje verdelen. Nou, deze kun je er nog in een bakje bij scheppen. Maar ik vind het anders een beetje zonde, want dan zie je die prachtige couscous niet meer. Nou, dat is hem dan. Een hele snelle tomatencouscous met falafel en tuinbonen. Ik vind het er heerlijk uitzien. Als jij dat ook vindt en je hebt hem thuis meegemaakt, zet dan even een foto op social media met de hashtag Wat eten we erbij. Want dan kan ik zien hoe het gegaan is.